Een soort riet dat razendsnel groeit. Dat is miscanthus, ook wel olifantsgras genoemd. Geoogste miscanthus wordt voor van alles gebruikt. Als stalstrooisel en als grondstof voor papier. Bij Attende Groen gebruiken we het als mulchlaag in net aangeplante plantsoenen. Want miscanthus vermindert onkruid en voorkomt uitdroging. Hoe dat werkt? We telen miscanthus bij voorkeur lokaal. Kunstmest of andere bewerkingen zijn niet nodig. Ons klimaat is ideaal voor miscanthus, dat hier ook zonder bemesting groeit als kool. We oogsten en hakselen het gras en vervoeren het met lokaal transport. Omdat we in de buurt telen, is de miscanthus zo op de plaats van bestemming. In net aangeplante plantsoenen strooien we een mulchlaag van miscanthus. Op de bodem, tussen de jonge perkplanten. Dan gaat het bodemleven aan de slag en verwerkt de mulch tot een luchtige bodem. Goed werk, want daardoor houdt de grond lange vocht vast. Nieuwe planten kunnen zo veel beter tegen extreme droogte. Dit resulteert in minder uitval van planten. Bacteriën en schimmels zorgen ondertussen dat parasieten wegblijven. Het resultaat? Gezonde planten die goed groeien en een drastische afname van de onkruiddruk. Miscanthus bestrijdt onkruid en voorkomt uitdroging. Maar dat is niet alles. Het is ook veel milieuvriendelijker dan traditionele mulchproducten. Miscanthus is bijzonder vezelrijk en verteert heel langzaam. De grond verzuurt daardoor niet. En dus groeien er ook geen brandnetels en andere ongewenste kruiden. Miscanthusteelt is CO2-vriendelijker en kan 4 keer zoveel CO2 opnemen als een loofbos. Lokale productie en minder onderhoud betekenen minder transport. Voor Attende Groen is het duidelijk. Miscanthus is dé oplossing bij het verminderen van onkruid en het voorkomen van uitdroging.